Marcel, je verliest vandaag met 2-3. Aan de ene kant willen ze er maar niet in. Aan de andere kant geef je ze te makkelijk weg. Is dat een goede samenvatting van vanavond? Ja, dat zou wel zo samengevat kunnen worden. Ja, ik vind dat we zat gecreëerd hebben. De bal ging om de lat op de paal en net niet erin. En in de scrimmage net niet. En daar kwam er niet doorheen. Dus dat was heel vervelend. En dan is het ook vervelend als je nog een paar doelpunten weggeeft. Dat is uithuilen en opnieuw beginnen. Ik had het idee dat die 1-0 keihard aankwam, hè? Want de ploeg was daarna wel even had moeite om het spel weer te hervinden. Ja, ik denk dat we daarvoor dat we zelf al op de paal geschoten, een paar mogelijkheden gehad. Eigenlijk was er niet zo heel veel mis mee. Was het eigenlijk meer wachten op ons doelpunt dan op die van hun. Nou, dan komt er een counter en dan ben je, ja, dan sta je net niet goed. En dan ben je 1-0 achter en dan is het ook nog zo dat zij natuurlijk alleen maar op de middenlijn staan te wachten. Nou, dat mogen zij doen en dan wordt het lastig. Maar daarna pakten we ons wel aardig, vond ik, en hebben we nog een aantal kansen gecreëerd. Het is morgen Sinterklaas, maar de cadeautjes werden een dag eerder uitgedeeld, leek het wel. Ja, dat is een mooie, is wel mooi bedacht, maar... Jullie geven de treffers gewoon te makkelijk weg vandaag. Ja, ook, maar... Ja, ik denk dat niemand dat bewust doet. Ik wil het ook niet afschuiven op dat we de goals te makkelijk hebben weggegeven. Want we hebben genoeg kans gecreëerd. Ik denk dat we 4-5 keer palen lat hebben geraakt. Maar uiteindelijk was het gewoon niet goed genoeg. Nee, niet in de rust. Maar we hebben wel degelijk anders gespeeld de tweede helft. Ja. Dus, nou goed, dat leverde ook weer een aantal kansen op. Maar ik vond niet dat we moesten wisselen, omdat we gewoon voor rust... Als je de kansenverhouding is misschien 2-3-6 en dan sta je met 2-0 achter. Ja, dan hoef je niet te wisselen, denk ik. Dan moet je gewoon zorgen dat je de tweede helft weer kansen creëert. Ja, die creëer je ook. En zij creëren eigenlijk niks op één schot na. Ja, die valt weer binnen. Dat moet heel frustrerend zijn, dat kan niet anders. Ja, goed, dat is het ook. En daar moet je ook even goed naar kijken. Aan de andere kant moet je er ook niet een heel punt van maken. We moeten gewoon... het moet beter, dat weten we ook wel. Hier kan je altijd in een seizoen wel tegenaan lopen. Hè? En soms heb je ook als een wedstrijd, creëer je 1 kans en dan win je. En nu creëren we een heleboel en winnen we niet. Nou, hij heeft wel aangegeven dat we... Ja, we moesten gewoon blijven zoeken in de openingen die we konden creëren met voetbal. Niet te snel... Het is heel verleidelijk om maar gauw lang te spelen en op goed geluk te kijken waar een bal valt. Dat is ook een tactiek. We hebben dat geprobeerd zo lang mogelijk uit te stellen. Uiteindelijk is het gewoon niet gelukt om die momenten tussen de linies een speler vrij te krijgen. Waardoor we ook gevaarlijk kunnen worden. Maar uiteindelijk, die momenten zijn er ook wel geweest. Alleen we hebben die gewoon niet gemaakt. En MVV kon natuurlijk gewoon wachten. En dat heeft voor hun gewerkt. Nee, het was heel mooi geweest als we vandaag gewonnen hadden. Dan hadden we echt serieus kunnen kijken wat er nou aan de hand was. Maar wij hebben het inderdaad nooit over gehad. Nou, uiteindelijk is dit gewoon een rotte afsluiting zo. Ik denk dat Eindhoven, ja, natuurlijk is het balen dat die bal in de laatste minuut binnenvalt. Alleen ik had niet het gevoel dat dat nog speelde. En ook van deze nederlaag zullen we wel weer herstellen en boven komen.